Mark hier een cake eten. Dus gaan die halen, gaan die versieren. Moeten Mark overtuigen om samen met mij een stuk taart te eten. Let's go! Woo! Yo, what's up guys? Goedemorgen. Vandaag is het een lange dag. We gaan nu naar de kapper. Het is super vroeg. En daarna gaan we een taart kopen voor de markt die we straks gaan afgeven. En ik moet die eigenlijk nog versieren. Maar hey, komt goed. Ik heb een fucking veel zin vandaag. Eerste keer carré. Let's go! Woo! We zijn daar. We hebben een wezensnit, maar we gaan nu naar de les. Nu is de vraag, wat zou die lekker doen? Ik heb nog nooit zoveel stress gehad om een taart te kopen. Nee, we pakken neer. We hebben een Braziliaanse taart voor 6 personen, waarvan de houdbaarheidsdatum is tot 17. Tijd zat om die op te chappen, man. Jongens, ik kan niet liggen. Ik heb echt een jouw idee, man. Als dit lukt, gelijk dat in mijn hoofd zit, dat wordt echt een gave taart. Dit is echt mijn ADHD, maar ik was er even afgeleid. Dit is gewoon een kussen en je kunt daar je handen doorsteken. Dan kun je zo slapen in die super schattig bank. Kijk, die husky. Ja, maar nu back to the job. We moeten zakken pasta vinden. Yo, dit had ik nodig. Hiervoor heb ik speciaal een half uur in de auto gezeten. Mark, ik hoop echt dat mijn versiering goed lukt. Dat je blij gaat zijn met je taart, man. Ik heb by the way ook nog eens beautiful gescoord. Of dat ik ooit al iets heb gedaan met suikerpasta? Absoluut niet. Het goede is, ik heb dit ding altijd al zo gebruiken. En vandaag is de eerste keer dat ik dit ga gebruiken zonder hulp van mama. Vroeger was dat ook grappig. Mama kocht altijd suikerpasta voor zo'n cupcakes te versieren. Het goede was, ik at gewoon de suikerpasta op. En mijn broer en mijn mama waren cupcakes aan het versieren. De taken waren echt goed verdeeld. Natuurlijk moeten we een taste test doen. Amai, dat is vettig. Oké, een stuk suikerpasta. Smaak naar suikerpasta. Dus het idee is om met suikerpasta heel het logo van Mark de Cake te maken, dat op de taart te doen. Maar in mijn hoofd ging dit echt gemakkelijker dan gedacht. Nu ben ik bang dat dat zo vast gaat zitten aan de tafel. Hoe moet je dat fixen? Godverdomme. Ik heb zelf rijzende bloem gevonden. Ik heb geen idee wat dat betekent. Maar mama deed vroeger altijd zo'n beetje wit poeier op dingen en dan bleef dat niet plakken. Dus ik denk dat het al veel te veel is. Ik ben echt benieuwd wat dit naartoe gaat. Zo, ja, voilà. Oké. Maar dan gaat de bloem hangen toch aan mijn ding. Zie, nu hangt dat vol met bloem. Nu is het logo niet eens meer zwart. Ja, het komt er. What the? Jongens, we zijn daar. Maar ik had nooit gedacht dat dit ging werken. Kijk. We hebben een M. Dus dit is de M. Allee. Ja, zo. Ja, oké. Tot daar de M. Ik heb een nieuwe tactiek. Ja. Ho, jullie zijn niet klaar. Zo. Deze wordt hem. Kijk, hè. Als ik nu zo doe. Ja. Wat jullie nu gaan zien, gaan jullie nooit geloven dat ik dat heb bedacht. Nu moet je opletten, hè. Hier komt de magic, hè. Kijk, als ik nu zo doe. Zo. Kijk, nu heb ik de M. Nu moet ik gewoon nog een W, een A en een K doen. Ja. Deze wordt hem, deze wordt hem. Eindelijk werkt het leven eens mee. Nu heb ik een A. Ik heb een halve A. Ja. Zo. Nu zit een H in. Oei, nee. Nu heb ik de A eerst. Maar eerst moet ik de W doen. Ja. Kijk. Dus het wordt echt al mooi, man. Dus zo. Ja. Maar ik had nooit gedacht dat ik ooit patissier ging worden. Ja. Deze is hem. De Mark with the cake. De taart is officieel af. We hebben één doel vandaag. Deze taart op de Mark with the cake krijgen. En samen een stuk opeten. Let's go. Woo! Jongens, we zijn aangekomen bij de tempel van de A12. A.k.a. de carré, het vierkantje. By the way, moeten jullie iets grappigs weten? Hier is ooit een videoclip van Samson en Gert in de disco opgenomen. In de disco. Oh. We hebben onze taart van de Mark with the cake bij. Jonas, geef eens 3 woorden om dit te omschrijven. Mark with the cake. Mark with the cake. Het probleem is ook, wat ik nu net zie, dat de prijzen er gewoon nog op staan. En ook dat van in de lijst komt. Had ik ooit veel geld verdiend, dan kon ik een grote patissier verdienen. Maar dat is mij niet gelukt. Ik draai hier het eerste uur, dus veel gaat er ook weer niet te doen zijn. Meneer de cameraman is daar ook. Yo, Bart. Hey. Wat vind jij van mijn taart? Ik dacht, jij zelf ging bakken. Ik ben wel teleurgesteld. Wat zeg je? Het plan was om er zelf in te bakken, maar toen dacht ik van, zo goed zijn ik in de taart op. Vind jij taart bakken? Ja, ik wil niet taart bakken. Is dat echt? Dat is echt. Wilt jij voor mijn verjaardag dat je erin maakt? Nee, zoals jou. Geen idee. Ik ben zo'n beetje bang dat de markt je niet eens gaat willen proeven van mijn taart. Straks is die heet die glutenintolerantie, dan ben ik helemaal gesost. Kom, we gaan een foto pakken. We nemen een kiekje. We gaan samen op de foto, wat een lol en wat een kiek. We gaan voor mijn eerste keer in mijn hele leven binnengaan in de carrière.
Jongens, we zitten hier in de enige echte loge van Mark met de K in de Carré. Wie dat er hier allemaal in heeft gezeten, dat weet ik niet. We gaan binnen een kwartier moeten draaien. Er is echt toch niemand. Het probleem is alleen dat de Mark hier nog niet is. En het ding is, als we die niet zien voordat we naar Mechelen moeten gaan, moeten we terugkomen. Want vandaag hebben we maar één doel. Dat is een taart tot bij de Mark krijgen. Ik ben me nu ook aan het afvragen wat ik met die taart ga doen als ik aan het draaien ben. Zet ik die naast mij? Als de Mark dan al ook kan zeggen, dan zeg ik, Mark, ik heb een taart voor u. Snap je? Hij klist in zijn gezicht. Kom maar zo, zo. Ik zal zeggen tegen hem dat hij dat bij mij moet doen, want ik heb nog een extra t-shirt bij. Ik ben me alweer mentaal aan het voorbereiden op een slag van taart in mijn gezicht te krijgen. Yes. En als we het vandaag niet doen, hoeveel likes moeten we dan halen op deze video om het volgende keer te doen? Twee likes. Voor een taart in mijn gezicht. Binnenkort is het mijn birthday, bitch. Dan moet jij voor mij een slagroomtaart fixen en dan moet jij gewoon pitsen. Heel belangrijk, like deze video. Bij 100 likes doen we het. En als we 1600 abonnees hebben, dus ga abonneren, ga liken. Like en subscribe, please. Please. Ik ga het nog beter maken. Als dat lukt, 1600 abonnees, mag die Jonas er ook nog één in slagen. Kennis. Altijd, ik zeg het, ik zo. Jonas zal getoucht worden door twee slagen op taart. Wow. Zou dat veel kosten om zo kijkers te kopen? Of zo? Denk je dat je onze volgers had? Ja. Oh. We hebben hier genoeg geluld in de kleedkamer. Ik ga naar het toilet, want ik krijg alweer last van mijn darm. Even te zien of er iemand op zit, kinderen. Oh, nee, dat is hier zonder slot. Ik heb trust in hoe ze naar, hè. Dat gaat niet. Als ik hem moet plonzen. Ja, nou kijk, dat gaat niet zo, hè, zo marcheren. Wat zee, gekke dinges. Hey, kunt jij jumpen? Ik kan dat vandaag liggen oefenen, geen grap, echt waar. Dit was echt insane, man, en ik hou het van die sound. Jezus. Oké, maar wij moeten Mark weer een cave vinden. Wij moeten de Mark gaan zoeken. We gaan de Mark zoeken. Het is die waar is Wally, het is waar is Mark. Nu? Dat is een beetje stress, hè. Je al aan het filmen. En ik heb een beetje stress. Hallo. Ik heb een taart meegenomen. Oei, amai, dat is wel lief. Hey, en ik heb het ook echt gepersonaliseerd. Is het echt? Ja. Dankjewel. Dank je wel. Dank je wel. Dankjewel. Dat is de kop van een de lijst. Maar het is wel een goede taart, want ik koop die altijd. Ik ben echt ook naar. Ik ben speciaal nog naar een AVV gereden om zo suikerdingen te gaan halen. Echt? Ja, ja, ja. Dat is er heel erg geweest geweest. Ik heb ook dus... zo voor de lona zo. Ja, maar het is er straks over aan nadenken. Jongens. Ik liet net echt een klein stukje zien, maar ik heb echt een half uur lang met Marco de Kees te praten. Deze is echt de dag van mijn leven geworden. Mijn klein kinderhartje is nu echt aan het blijten. Maar ik snapte, ik was die kleine jongen dat met een box in mijn rugzak fietste naar school met Forever Young op en Music is My Alibi. Maar bro, Mark, die mocht niet van mijn taart eten, want die... Dus omdat ik wil dat de Mark blijft leven, hebben we niet van de taart gegeten. Dus wij gaan nu naar Mechelen, we komen dan terug en dan heb ik beloofd dat de Mark de taart in mijn gezicht mag gooien. Jonas, kom mee in de auto. We zijn 20 kilometer verder bij de loods in Mechelen. Hier staat superveel volk buiten. Ik weet echt niet wat er gebeurd is. Ofwel is de muziek uitgevallen binnen. Of... Ik weet niet, man. Het is hier precies een festival en er staat nog een stage buiten. Of zo. Amai, ik heb echt de Air Mixer nodig, man. Wajo. Zou dat echt zijn dat die mijn mond zo hebben opgedrukken? Ja, ja. We gaan het hier volledig afbreken. Let's go! Stay hydrated. Omdat de Mark daar seks had gezegd dat hij die taart toch in mijn gezicht wou gooien, zijn we toch terug hier. Ja. Het wordt een lange avond, hè? Gewoon puur voor die taart. Maar joh, ik heb echt iets gevoel alsof ik hier niet over te zijn. Jongens, deze is wel super speciaal, want we zitten hier backstage bij het grootste vrouwelijk talent van de aardstaat. Ik bedoel zo.
Kijk, we zitten met een probleem. Mark vindt de taart te mooi, dus hij wil deze niet in mijn gezicht smijten. Dus je gaat gewoon moeten liken en subscriben dat we op mijn birthday bitch wel een taart in mijn gezicht kunnen doen. Maar even nog applaus doen voor je post samen met Sega Thai in Mexico. En nu zijn we naar huis, want het is toen ik voor 5 weken mijn bed roept. Snap je? Ik hoor je gasten, dankjewel om te kijken. Tot de volgende keer. Big love. Linta out.